Hoi, leuk dat je weer kijkt naar mijn YouTube kanaal. We gaan een filmpje opnemen met... Het is een shoplog en een try-on haul-achtig iets. Ik ben wel al opgemaakt, maar we gaan het toch gewoon proberen. Ik had een paar dingen bij Elf besteld, waaronder dit. Dit is echt heel klein. Ik wist dat het bite-size paletjes niet zo groot waren, maar jeetje, wacht even. Dit is de 5 in de box van Catrice. Die zijn ook niet zo groot. Maar hij is gewoon nog kleiner dan dat, hè? Nou ja, misschien in verhouding net zo klein, want je krijgt ook maar 4 kleuren, maar Catrice krijg je de 5. Maar dat geeft niet. Dit is de Love You a Latte. Die komt vast voorbij. Ik ga hem in mijn everyday tas doen. En dan komt hij vast voorbij binnenkort bij een Get Ready With Me. Ik denk dat dat pas in mei gaat zijn. Want ik heb de planning voor april al gemaakt. Maar daar komt nog wel een Zoeva video. Die we hier ook gaan proberen zometeen. Maar die gaan we nog openmaken. Dit zijn nude kleuren. Maar allemaal mat. Want ik hou van mat. Dus die gaan we proberen. Dan had ik bij Elf ook, omdat ik had dat kwastje voor die liner, dat liner kwastje gekocht. En toen hadden ze, ik heb de putty kwasten van Elf. En toen hadden ze ook een kwast, dat is aan twee kanten. Dat is deze en dan deze om te blenden. Dit is speciaal voor neuscontour. Dat andere kwastje ziet er zo uit. Dat is speciaal om een wing te maken. Maar deze is dan speciaal voor neuscontour. Ik denk dat je hiermee aanbrengt. En hiermee uitblendt. Ja, want deze is veel zachter. Dus dat ga ik wel proberen zometeen. Want ik heb een oogschaduwpalet. Maar dat leek me handig en ik doe dat niet zo vaak. Wat ik ook van Elf heb gekocht en wat ik ga proberen. Het komt ook vast wel weer een keer terug in een Get Ready With Me of iets dergelijks. Is een lippenstift. En daar had ik al een van. Er zit deze maand wel een Elf probeer filmpje. Maar dat zijn andere producten. Dit is de kleur Dirty Talk. En degene die ik had, vond ik eigenlijk wat te donker. Kijk of ik daar zo even zo bij kan. Ik heb hier een doos met al producten die ik nog in april probeer, zeg maar. Nou. Zo 1, 2, 3 niet vinden. Had ik een neutrale kleur, maar die vond ik iets te donker. Dus die ga ik ook proberen. En wat ik ook heb gekocht is een lip liner. Nou weet ik dat deze lip liners van Elf, ik zal eerst even laten zien. Dit is de Love Triangle Lip Filler Liner in de kleur Light Brown. Deze lip liners zijn niet populair. Maar ik vind ze geweldig. Deze heeft een hele mooie... Deze meest linker streep voor mij, voor jullie rechts, is de liner. Heel mooi, neutraal. Ik ga hem zo proberen. Ik vind het prachtig. Omdat ik jarig ben geweest... Hè, ik ben vorige maand in maart... Ja, jullie gaan dit in april nog zien. Dus in maart, vorige maand, ben ik jarig geweest. Ben ik 50 geworden. Nou, geven ze geen cadeautje omdat je 50 geworden bent. Maar ze geven wel een cadeautje omdat je jarig bent geweest. Kreeg ik de Jelly Pop Glow Stick Illuminator.
Niet mijn product, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is toch leuk. Ik krijg het, hè. En ik vind dat toch altijd een beetje attent van zo'n merk. Dat ze daaraan denken dat je een cadeautje krijgt. Het is een glow stick. Ik denk dat de kleur Melonair is. Dat staat er in ieder geval op. Zo ziet hij eruit. En dit is hem. Hier, dit. Een mooie subtiele glow. Ik weet het niet. Ik ben niet zo heel erg van de highlighters. Maar het is een leuk product. En ik kreeg het maar. Ik ga mijn bril ophouden. Nog even een slokje koffie. Ik kreeg een hele grote doos van Zalando binnen. Ik bestel heel graag make-up bij Zalando. Maar ik heb echt een hekel aan hun verpakkingen. Want het komt in een doos. Ik ben er nog hoor. Dan zit het in een binnendoos. Zo. Die haal ik zo meteen wel uit elkaar. Dan zit het in enveloppen. En in die enveloppen zit alles in een plasticje. Lichtelijk overdreven. Maar goed. Ik gooi het allemaal gewoon hier even op. Is het nu leeg? Ik heb wel eens per ongeluk op die manier dingen weggegooid. Dit is allemaal nieuwe Zoeva make-up. Nou ja, het merendeel is Zoeva. En dat kwam... Dat was nieuw bij Boosie Shop. Nee, niet bij Zalando. Dus daar heb ik wel dingen van besteld. Ik heb al eerder een keer Zoeva make-up besteld. En dat beviel mij op zich prima. Het was een heel mooi merk. En de producten werkten echt heel mooi. Dus ik dacht, nou dan gaan we dit proberen. Dit is de Velvet Love Lip Liner. In de kleur Barbara. Ik heb hier een mesje om alles open te maken. En ik heb hier de doos nog om alles in te gooien. Zo ziet hij eruit. En dan is dit de kleur. Het is een wat donkerdere bruine kleur. Dit is een potlood wat je gewoon moet slijpen. Dat heeft mijn voorkeur. Maar goed, daar zullen de meningen over verschillen. Dan heb ik de Zoeva Velvet Love Blush Powder. In de kleur Joy. Au. Als jullie iets horen, de kerkklokken gaan hier. Christelijk dorp. Alles ziet er trouwens zo een beetje rozig uit met zo'n hele mooie bloem. En het is een hele... Ik heb echt een punt in mijn duim. In mijn vinger. Het is een hele mooie... Oh, daar staat hier ook. Velvet Soft Powder Blush. Enriched with squalane, hyaluronic acid en pomegranate fruit extract. For fresh and healthy looking skin. With a wash of color all day long. Dit is kleur 127, denk ik. Blush en contour. Sweep the brush lightly over the cheekbones. En dan staat er zo'n... tekeningetje over hoe je dat moet doen. Grappig. Het is allemaal goud met roze en bloemen. Het is allemaal heel beetje romantisch. De verpakking is van karton. En dan is dit de kleur. Kan je dat goed zien zo? Nou, valt mee hè. Met een spiegel.
Dit is de kleur. Het is een beetje nudie. Natuurlijk, want ik heb het gekocht, dus is het nieuw. Dan hebben we de Soeva Velvet Love Eyeshadow Quad Palette. Wear the Love staat er op de zijkant. Kan je dat zien? Of weerkaatst dat echt? Want ik heb ook het licht aan daar. Auw. Tweede keer mijn vinger. Velvety Pigment Loaded Longwear Eyeshadow Enriched with Sweet Almond and Rosehip Seed Oil. En dan zijn twee kleuren voor de dag, twee kleuren voor de nacht. En dan zit er een eyeshadow blend kleur in, een crease definer, een detail smoky blender en een smoky shader. Dat staat hier achterop. Oké. Die doosjes ga ik niet allemaal bewaren. Daar begin ik allemaal niet aan. Dit is ook een kartonnen verpakking. Weer dezelfde als... echt zo bloep in je gezicht. Nee. Roze met die bloem. Velvet Love staat erop. En dan is dit... zijn de neutrale kleuren die ik gekozen heb. Ja. Met een spiegel. En dan staat hier... Wear the Love. Kun je dat zien? Er staat hier Wear the Love. En het is een beetje... dit is een beetje rosé-achtige kleur. Met een spiegel. En er staat hier ook nog Soeva onder de spiegel. Ik ben benieuwd... het zijn vier matte kleuren als het goed is. Ha, helemaal mat. Ik probeer het bij Soeva te houden. De dingen die ik van een ander merk heb, die hou ik even... even de volgende envelop. Leegmaken. Ja. En dan gaan we weer met de zakjes. Dit is de Soeva... Pout Perfect Lipstick Pencil. In de kleur Leia. Oké, nou ben ik een enorme Star Wars fan hoor. Maar dat is echt bij toeval. Het is zo'n... wat zit er nog meer in? Hallo? Oh, een vullingtje gewoon. Het is zo'n Pout Perfect Lipstick Pencil in de kleur Leia. Het is gewoon zo'n dik penseeltje. Oh, wauw. Kijk eens deze kleur. Wauw. Heel romig. Ja. Yeah. Heel fijn. Dan heb ik de Velvet Love. Met Hyaluronic Long Lasting Lipstick in de kleur Zoe. Waarom kunnen ze niet gewoon één kleur maken en die dan over alles... Wat is dit voor verpakking? Zal ik eens kijken wat er nog op staat? Free from paraben, sulfates, PEX. Ik weet niet wat PEX zijn. Mineral Oil Carmine Synthetic Fragrance. Made in Italy. Velvet Matte Formula with a nourishing ingredients for comfortable and intense long wear in a single stroke. Enriched with hydrating and instantly plumping hyaluronic acid, functional and nourishing oils. Triglycerides and waxes. High quality pigments for strong color expression. Maar dan moet hij er wel uit kunnen. Ja. Dit is een hele mooie roze verpakking met een gouden dop. Dit lijkt een beetje op Lisa Eldridge. Niet dat ik daar wat van heb, maar... in de kleur Zoe.
Oh. Het is een gewone lipstick. Hij is beschadigd al, zie je dat? Dit is de kleur. Hij voelt heel romig aan. Maar de dop houdt niet met de lipstick, zeg maar. Oh, nu wel. Oh, nu wel. En hier zitten allemaal lipjes op. En dan is het een magneet. Ja. Grappig. Ben benieuwd. Dan heb ik van Soeva een eye swipe. Longwear 2-in-1 shadow liner. Die heet Eye Swipe. En die heb ik de kleur Oyster Pearl. Dit stond bij Zalando allemaal bij de nieuwe producten. Maar het lijken wel gewoon twee lijnen of zo te zijn. Dit is een oogschaduwstick. Ja, het is wel een hele mooie kleur, deze. Oké. Dan heb ik een aantal dingen niet zo even. Ik heb een lipstick van L'Oréal gekocht, omdat ze nieuwe kleuren hadden. En die stonden heel leuk daar, deze, in een roze verpakking. En ik krijg uiteindelijk een zwarte verpakking. Ik doe even op mijn arm. Maar dit is wel een prachtige kleur. Zie je dat? Ja, dit is mijn... dit is embleem van de MS Stichting. Vlindertje. Het gaat om de zwart. Hele mooie kleur. Ik vind dit hele fijne lipstiften. En ze hadden nieuwe kleuren. Maar ik had dan ook graag de roze rooie verpakking gewild. Dan heb ik van Mina, want dit is drie Ina, zeg maar. Maar je zegt Mina. Een blush gekocht. Ik vind het op zich wel een fijn merk. Niet heel erg luxe of zo. Hoewel dit voelt een beetje rubberig aan. Zacht. Dit is de blush. De blush heet het gewoon. De blush. En als je nou een lip van hun koopt, heet het gewoon de lipstick. 12 maanden, maar er staat geen kleur op. Powder blush, cruelty free, vegan. En er staat er aan de binnenkant van het doosje, you can face anything. Dit is de kleur 503. Nou, dat is deze. Deze. Dit. Mooie kleur. Gaan we proberen. En ik heb van Mina nog meer. Dan heb ik. Oh. Ik heb nog iets van Soeva. Ik denk dat ik die gewoon twee keer gehad heb. Of zou ik hem twee keer besteld hebben? Want ik heb nog een keer die lipstick Lea gehad. Maar die had ik toch al? Dit is toch ook Lea? Ja. Ah, ik heb hem twee keer. Maar dan gaat er eentje naar mijn nichtje. Zo simpel is het. Ik ga dat niet terugsturen. Ik ga nog wel even checken of ik hem dubbel besteld heb. Dit is de Too Faced Lady Bold Waterproof, Featherproof en Longwear Lip Liner in de kleur Badass. Nou, dat ben ik niet. Ik ben ook niet echt geëmancipeerd. Maar ik heb nog niet zoveel geprobeerd van Too Faced. Dit is een redelijk neutrale kleur. Jeetje. Dit is wel een... Hallo?
Hallo? Ik kan hem niet draaien. Oh, je moet hem klikken. Je moet hem klikken. Dat is deze kleur hier aan de onderkant. Hele mooie, neutrale, bruine kleur. Kan hij dan ook terug? Nee, hij kan niet terug. Oké, dan heb ik van dezelfde lijn, Lady Bold, de Empower Pigment Lipstick in de kleur Brave. En die ziet er zo uit. En er staat hier zo'n hartje met Too Faced. Hele apart. Oh, het is een hartje. Kijk. Wat cute. Dat is deze. Oh, ik ga heel veel lippies proberen deze maand. En dan heb ik van de Cacao Bold de Empower Cream Lipstick in de kleur Hot Chocolate. Dat is dan een bruinige. Daar hadden ze geen bijpassende lipliner bij. Dus ook met zo'n hartje vorm. Dat is deze. Ik word hier helemaal blij van. Ik hou van lippenstiften. Dit is hem. Dit is het shoplog gedeelte. Zullen we ook wat proberen? Laten we dat doen. Want ach ja, we zijn er nu toch. Ik ga even de oogschaduw proberen. Daar heb ik zin in. Ik begin met deze kleur. Dit lijkt me een mooie kleur. Oh, spiegel. Even terug. Die had ik net weggehaald. Ik had al wat op mijn ogen. Dat ga ik heel even eraf halen. Er zat maar één kleur gelukkig op mijn ogen. Dus dat gaat redelijk snel. Dan kan ik met het natte doekje verder ook nog even al die zwartjes weghalen. Oké. Dat is een goed gepigmenteerde kleur, zullen we maar zeggen. Het is ook heel poederig. Het geeft heel veel... hoe heet dat? Ik kan niet op het woord komen. In de pen geeft het heel veel losse poeder. Nou maakt mij dat op zich niet zoveel uit. Maar je hebt mensen die dat echt heel vervelend vinden. Dan ga ik met de lichtste kleur dat even blenden. Even een heel simpel lookje hoor. Heel mooi. Blend heel goed. Zien jullie dat? Pigment is echt heel goed. En nou maak ik even mijn kwast schoon. Ik ben helemaal van streek dat ik die ene kleur twee keer heb gehad. En dan neem ik de donkere kleur. Zo tap ik even twee keer erin. Even op de buitenkant van het oog. En even zo naar buiten. Ja. Mooi paletje dit.
voor een quickie ooglook. Deze duurde echt gewoon 3 minuten of zo. Maar is het echt... Het moet nog even geblend worden. Is het echt... goed pigment en zo, zeg. Jeetje. De kwasten zijn van Boosty Shop trouwens. Goed pigment, ja. Goed. De blush van Zoeva. Joy. Is wat rozer dan ik had verwacht. Zien we dat? Wat rozer dan ik had verwacht. Pak even een andere kwast. En dan proberen die van Ina even. Van Mina even. Op de andere kant. Die is. Even wat extra aanzetten om het, jullie het verschil te laten zien. Die is wat paarsiger. Ik had ze wat meer nude verwacht, als ik heel eerlijk ben. Maar goed, dat geeft op zich niet. We gaan niet de neus contouren. Ik ga wel de Zoeva Lip Pen gebruiken. Even zo. Lippotlood is het, hè? Heel mooi. Eentje uitsmeren. Heel mooi. Niet te donker, heel mooi. En dan nemen we deze lippenstift, de Zoeva lippenstift. Die is wat lichter en wat meer oranje. Maar wel heel mooi. Hij voelt heel creamy. Geeft natuurlijk wel af. Maar dat lijkt me logisch. Hoewel er staat long wear. Maar bij mij is het eigenlijk nooit long wear. Ik ga dit zeker nog een keer proberen, jongens. Dit is als ik iets meer tijd heb. Iets meer geduld ook. Want ik ben eigenlijk wel een beetje door mijn geduld heen. Ik zal nog even de andere lippenstift laten zien van Zoeva. En dan komen die andere lippenstiften komen vanzelf. Dat is deze in de kleur Lea. Hele mooie nude. Jeetje. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik word hier heel blij van. Er zat nog een beetje van die donkere liplijn. Wat op zich prima is. Weet je wat het is? Ik hou hiervan. Ik hou hiervan. Dit soort lipkleuren, dat een beetje concealer lipachtige. Ik vind dat mooi. Ik hou hiervan. Dit is die van Mina. Dit is die van Zoeva. Ik vind deze mooier. Er zit niet echt een glans in, denk ik.
Maar het kan ook zijn dat mijn huid gewoon glanst. Want ik heb de Charlotte Tilbury op. Deze lip vind ik echt geweldig. Slaat bij mij niet oranje uit. Heel veel neutrale kleuren slaan bij mij op mijn huidskleur in oranje uit. De oogschaduw. Ja, weet je. Dat heb ik het idee dat dat een beetje oranje uitslaat. Maar wat een pigment en wat een fijne oogschaduw zijn dit. Je hebt één dipje erin nodig. Je kan beter opbouwen dan te veel doen. Ja. Weet je wat het is? Het is gewoon een fijn merk. Het is gewoon een fijn merk. Ik kan er ook niks van maken anders. Het is gewoon een fijn merk. En ik denk dat ik er zeker als er weer nieuwe producten komen, weer ga proberen. Dit is de tweede keer dat ik zo even probeer. En dit is de tweede keer dat ik het een fijn merk vind. Ik heb een beetje geknoeid, zie ik nu, met de lipstift, maar dat geeft niet. Dit is de tweede keer dat ik het gewoon een fijn merk vind. Ik vind het een fijn merk. Het zijn goede producten, het zit mooi, het blendt mooi. Zit dit de hele dag? Nee, maar dat doet niks bij mij. Ik kan de meest longwear liquid lipstick opdoen die je kan denken. En zodra ik ga eten of drinken, gaat het eraf. Dat is nou eenmaal zo. Over drinken gesproken. En dan vooral bij mijn onderlip hier in het midden. Maar dat is bij heel veel mensen zo. En het blijft gewoon niet de hele dag zitten. Maar dat vind ik ook niet erg. Want dan neem je het mee. En dit is in je tas. Ja, wat is dit nou in je tas? Dat. Nee, goed. Ik vind het een fijn merk. Ik geef zo even een 9. Het is geen Chanel. Maar het heeft wel beter pigmenten dan Chanel. Ja. That's it. Dat was de hele shoplog van Zalando. En een klein beetje Elf. Oh nee, ik heb nog iets van Zalando. Oh ja, echt. Dat zit dan weer in een zakje. En dat zakje zit dan weer in een tasje. Nou, dat vind ik dan nog wel een leuk tasje. Die kan ik nog wel bewaren voor iets, toch? Dit kan ik nog wel bewaren voor iets. Dit is... Nou begint mijn naam niet met een R. Ik ga toch mijn staart eraf halen. Ik vond hem zo schattig. En hij is zo fluffy. En hij blijft bij mij zo niet zitten. Want ik heb geen rond hoofd. Maar ik vond het zo leuk. Voor 5 euro of zo. Ik weet niet waarom. Maar ik heb dat gewoon gedaan. Ja, nou... Nu kan ik mijn staart er ook gelijk uit. Zo. Ik doe zo meteen een knot in, want die ga ik in bed zitten alvast. Nee, ik ga eerst de kleren opruimen en dan ga ik het. Want anders kan ik niet in bed als de kleren... Nou ja, goed, dat maakt niet uit. Dat was een hele lange video. Bedankt voor het kijken als je hem uitgezeten hebt. Laat een duimpje achter. Abonneer je, want ik heb heel veel... beauty video's, allemaal make-up gerelateerd. En dan zie ik jullie graag bij de volgende. Dankjewel voor het kijken. Doei!